In een van de vorige video's heb je kunnen zien dat we Verona gingen kopen. En daarbij was ook de keuring. Het was een hele lange keuring. Dus ik heb de video's opgedeeld in een aantal stukken. We beginnen met de klinische keuring, de röntgenologische keuring en daarna de uitslag. En omdat het toch wel heel leuk is om heel veel te laten zien, hebben we ervoor gekozen om het in drie delen dus te maken. Vandaag het eerste deel, daarin kun je dus zien dat we naar de klinische keuring gaan. Oké, dit is de behandelkamer geloof ik. Ja, jij ruikt het wel, moet ik zeggen. Ja, hier ruik ik het echt. Je ruikt echt, ja, vooral. Ja, dat is wel maar. Ja, dat is zeker. En dan komt deze wel even af. Tja. Nou, dat gaat echt gebeuren. Deze eraf. Ik denk dat ze de chip nu gemeten heeft. Ja, dat is wel een beetje gek. Net alsof je in de huiskamer staat. Ik ga jou die bloed afnemen. Daar ben ik zelf heel bang voor naalden, dus een beetje. Het is gewoon heel veel. Ja, dat valt ook. En waar kijken jullie in het bloed naar? Niet. Oh, niet? Nee. Je neemt het alleen maar af? We nemen het af. Okay. We bewaren het een half jaar. Ja. Mocht het paard nou goedgekeurd worden, volgende week over 2 weken kreupel zijn, kan altijd het bloed getest worden. Oh, top. Doping gebruiken. Handig. De keuring staat op mijn naam, Rebecca Blokcel. Paard. Ik zou een vraag van u. Ja? Twee handtekeningen weer op deze stickertjes. Dat ga ik doen. Nou, ik heb getekend voor de stickertjes. Die gaan op het bloed. Ja. En dan heb ik gezien dat het bloed afgenomen is. Mocht er dan iets mis zijn, dan hebben we bloed. Goed. Geen officieel plan is om vandaag te kunnen. Dus klinisch en röntgenologisch gaat het om, hè? Ja. Ja. En koper, verkoper? Ik ben de koper en zij is de verkoper. Jij bent koper, jij bent verkoper. Oké, zijn persoon. Ah, jullie zijn ondersteuning. Ja. En wat heeft het paard tot nu toe gedaan? De L2. Ze heeft twee veulentjes gehad. En het is voornamelijk wat op gebruikt, recreatief sportief. Ja. Maar L2 kan je niet dus. Zeker niet mee. Lekker bezig. Lekker bezig zijn, ja, dat was belangrijk. Absoluut. En het gebruiksdoel voor jullie? Precies hetzelfde. Ja, ja hoor. Gewoon lekker doorgaan, lekker bezig. Ja hoor. Ik wil wel zeg maar wat hoger de dressuur in, dat wel. Ja. Het zou leuk zijn als ze zet haalt, maar als dat niet lukt, dan vind ik dat geen probleem. Zo de M2 denk ik, dan ben ik ook tevreden. We gaan nu een paard bekijken. Ja, we gaan nu eerst, dus ik heb eerst wat gegevens genoteerd en dan gaan we de aftekeningen. In principe zijn we natuurlijk al met de chip redelijk zeker van de identiteit, dus dat alleen de aftekening wordt er ook nog even bij. Het hoofd, ja, dat is wel heel interessant. Oké, neus. En wat kunt u dan in de neus zien? Ik ben nu aan het artistieke gedeelte. Oh, okay. Dus ik ben nu de bles aan het tekenen. Het landkaartje op zijn neus, zeg maar, aan het tekenen. En dan zie het je dus echt een tekening. Dat hij zijn rechter neusgat inloopt, zeg maar. Dus dat is een herkenbare bles, zeg maar. Het wordt hier nog bij, dus. Er wordt wel gesproken om eventueel de aftekening op een gegeven moment van het van niet meer erop te zetten. Ja, dat doen ze bij mij ook altijd kloppen. Even kloppen. Dan moet ik een beetje hol klinken aan het paard. Overbeet en doet hij zelf wel wat kribben bij het soms? Of, Nou, niet in de box in ieder geval.
Maar ze wil wel eens aan de bakkant een keer een in de bak heeft gegeven. Ja. Moet ik het niet doen? Ja, dat is pas echt een paardenslijm al, Tim. Ja, ik zet dat op de deur. Misschien heb je een plek dat hier zit, bijvoorbeeld geen kiezen. Nee, je moet een beetje op, je moet op de goede plek. Ja. Je moet niet tussen die kiezen komen. Het zijn echt maalsteentjes. Ik zeg zo, want dit zacht. Dat is ook leuk als een liefde stond, Nico. Nee, het is al gewoon eerder gerund geweest. Ja, die heb ik ook bij me voor het geval dat je toch wel ziet. Ik denk dat dit was, ik had het meegenomen. Ja, we gaan vandaag gewoon opnieuw in principe gewoon schieten. En, maar het is op zelf prima dat je even meegenomen hebben als er nog een vergelijking genomen moet worden, dan kunnen we dat altijd. Is altijd handig om de informatie bij je te hebben. Ja, ik dacht nee, dan kun jij kijken wat je ermee wil of niet. Ik heb ze niet mee, dan kunnen we ook niet mee. Nee, zo. Wat heeft hij nu recent aan training gedaan? Was de afgelopen 2 weken dus het werd te weinig. Staphouden. Ja. Komt dat nu? Ja, blijkbaar wel. Ja. Het zal niet de eerste zijn, waarschijnlijk. Ja, die benen zijn door de verkoudheid niet altijd even duur geweest. Er komt de hamer bij. En wat hoort u nu? Het is niet zozeer horen, het is kijken of hij reageert. Percussie noemen we dat dan. Oké. Is dat voor jou, Alton? Trommelen. Om te kijken of er gevoeligheid op zit daar. Okay. Oh, kijk of daar geen aanwijzingen voor iets van blindheid zijn of iets dergelijks. Oké. Goed, dan gaan we naar de beweging kijken. Het gaat nu heen en weer stappen. Ik denk dat u kijkt hoe het loopt. Ja. Ja, dus dan kijk je eigenlijk nu naar alle gangen kijken. Dus vooral. Stap eraf, harde bodem, rechte lijn en cirkel en dan stap eraf galop op zachte bodem. Okay. En op de rechte lijn gaan we de buikproeven doen. Nou, dan gaat Esther de conditie. Hop, hop. De beentjes buigen. De hoogte. Nee, ik denk dat je er net iets voor. Ja. Ja. Maar wel een ouderwets deurtje. Ja, ja. Niet fijn. Ja. Ja, daar kan zo'n vervelende hoek aan zitten. Ja, dat was toen ook zo. Ja. Ja. En wat heeft dat voor functie dat u eerst. Ja hoor. Eerst buigt en dan draagt? Dat is, dat noemen we de buigproeven. Dus eigenlijk wat je doet is. Je beoordeelt twee zaken. Ik mag met het hoofd deze kant op. Dus je beoordeelt. Zoals op het keuringsrapport staat, het aanspannen. Dus op een gegeven moment als je buigproef van. Dit is de buigproef van de kogel dan, kogel ondervoet. Dus je kijkt of ze gevoelig zijn op het. Hè, nu het paard is, staat gewoon ontspannen. Tegenaan. Hè, dus die, je ziet niet dat hij reageert op de spanning die ik nu op de ondervoet en de kogels heb. Ja. En dan gaan we hetzelfde gaan we kijken of hij reageert
bij het wegdraven nadat ik de buigproef van de kogel gedaan heb. Ja, kom. Ja, dus als je een paard hebt dat dat kreupel wegloopt na een buigproef, dan is dat een positieve buigproef. Hè? Dus dan blijkt het gevoelig te worden op de buigproef. Dus nu buigen we zeg maar kogelsprong, knie. En ook in zekere mate de heup ook, dus eigenlijk het hele been in één keer. Nu weer naar de sportschool. Nee, je hebt vandaag je training gehad. Ah, nog één beentje. Oké, zo. Nou, ga maar naar de harde bodem volgen. Ik vind het prima als je gewoon... Als ik dan een rondjes draaft, even een extra rondje. Een slaapje vanavond in ieder geval. Oké, ja, is goed. Is goed. Sommige paarden hebben inderdaad, die zijn net even, als je ze aan de hand doet, net even iets stabieler. Ja, mag de andere kant om. Ik zal dit toch heel veel doen, maar niet op het hart, hè? Ja, nog even één keer een stukje links om en dan gaan we naar het zachte. Ja, galop. Ja, dat is zo'n klein haakje. Oké. Ja, mag weer terug naar draf. Ja, mag die van hand veranderen? Ja, dus denk ik doe nog een rondje erbij. Ja. Ja, galop. Ja. Mag draven. Nou, opnieuw de longen geluisterd. Dus wat bewogen heeft. Gaan we nog één keer naar de rechte lijn. Eén keer draven. Dat is jouw laatste intervalletje. Ja, daar kom ik verder geen gekke dingen in tegen. Dus wat mij betreft kunnen we door. Dan gaan de ijzers er even af en dan gaan we door met het röntgenonderzoek. Oké, super. Ja. Fijn om te horen ook. Ja, dit was de klinische keuring. De volgende keer kun je de röntgenologische keuring zien. En ik zie je graag dan. Doeg!